Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival, hier op Vaku Games. En jongens, vandaag wil ik met jullie gaan beginnen aan een van de grotere projecten in deze wereld. Namelijk, ik wil met jullie gaan proberen om een varkensfarm te bouwen. En een varkensfarm hebben we pettig hard nodig, want we hebben ondertussen al 3 andere farms. Maar varkens, die hebben we ondertussen nog niet. Wat we wel hebben, dat zijn kippen. Of in ieder geval 1 kip. We hebben er eentje. We hadden er eigenlijk veel meer moeten hebben. Maar ja, die verschrikkelijke eieren van gisteren werkten niet mee. We hebben verder een schapenfarm en we hebben een koeienfarm. Dat zijn er al 3, maar ik wil natuurlijk in deze wereld proberen om alle dieren te krijgen. Dat lijkt me wel leuk als een soort van Pokémon collector, maar dan de dieren collector in Minecraft. En dan moeten we daarnaast, sterker nog, als we al die dieren hebben, dan hebben we dus, even kijken, koeien, varkens, schapen, kippen. Dan moeten we dus nog paarden, we moeten nog konijnen. Ocelots, eventueel, ooit misschien. Ik zou niet weten hoe ik die hier zou moeten krijgen, maar misschien hebben we het ooit nog eens een keertje kunnen proberen. Maar voordat we dat kunnen doen, voordat het echt zover is, moeten we eerst maar eens eventjes kijken waar we überhaupt die hele varkensfarm gaan bouwen. Want op dit moment hebben we niet echt heel erg veel ruimte. We zouden kunnen proberen om een groot gedeelte van dit meer droog te leggen. Ik bedoel, we zijn en we blijven Nederlanders. Wij Nederlanders zijn goed met water. Alleen, ja, ik heb niet echt heel veel dirt meer volgens mij, dus heb ik nog een schurbotap? Yes, die heb ik zeker bij me. Let's go dan eventjes naar mijn afgraafplekje. En dit moet trouwens ook weg. Hoppakee, dat heeft hij niks te zoeken. Zo, weg met die zooi. Laten we even naar mijn afgraafplekje gaan en proberen om zoveel... Oh, wacht. Ho. Zien jullie wat ik zie? Zien jullie ook een zon die in de Zoute Zee zakt? Ik wel. Dus wat gaan we doen? Wegwezen, we smeren hem. We smeren hem, we peren hem, tranananana. Want ik was gisteren in het donker, was ik buiten. En dat gaan we niet 2 dagen op een rijtje doen. Echt niet. Ik heb genoeg ellende meegemaakt in het donkere bos de vorige keer. Ik heb geen zin meer in creepers. Ik heb geen zin meer in skeletons. Ik heb al helemaal geen zin meer in baby zombies. Want baby zombies echt... Als ik ze te pakken krijg, dan draai ik ze even knakkie knakkie het nikkie om. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want ja, die baby zombies hebben mij altijd eerder veel te snel te pakken dan dat ik hen te pakken krijg. Waarom zijn die baby zombies zo snel? Kan iemand mij dat eens eventjes vertellen? Ik wil gewoon langzame zombies. Ik bedoel, als er baby zombies zijn, waarom zijn er dan geen opa zombies? Dat is leeftijdsdiscriminatie, Minecraft. Gaan jullie dat eens eventjes heel snel fixen? Stop er opa zombies in die gewoon in een rolstoel bij het haardvuur zitten en voor de rest geen ene reet uitvoeren. Stop die in de game en ik ben happy. Oh, maar dat zal natuurlijk wel weer niet gebeuren met mijn gelukkennende. Trouwens, wat wel gelukt met mijn gelukkennende, dat is dat, dat de afleveringen van de afgelopen tijd best lekker gaan hier op Vaku Games. De aflevering van gisteren gaat ook ondertussen richting de 1000 likes op het moment dat ik deze aan het opnemen ben. Dus dat is allemaal hartstikke positief. En ik moet eigenlijk gewoon nadenken over positieve dingen. Ik moet er gewoon van uitgaan dat als ik positief denk, dat er dan positieve gedachten op mijn pad komen in Minecraft Survival. Op mijn gravelpad, om het even zo te noemen. Heb ik trouwens nog gravel? Ja, maar niet heel veel. Kunnen we dat ding niet ergens anders maken, die schapenfarm? Of die varkensfarm? We zouden hem eventueel hier ook toch kunnen plaatsen. Dat is ook nog een mogelijkheid. Dan hoef ik in ieder geval geen 36 kilo aan dirt in dat water te gooien. En dan zit hij ook nog eens een keertje dicht in de buurt. Dat is eigenlijk misschien nog wel veel slimmer dit. Oké. Hoe gaan we dat dan doen? Want ik heb geen zin om elke keer die bomen weg te hakken. Heb ik überhaupt nog een bijl? Heb ik überhaupt een hele toffe bijl? Volgens mij niet eens, hè? Let's go terug. Voor de derde keer. En zoek naar diamonds. Want ik heb nog, dat weet ik wel, diamonds liggen. Kan ik dan niet gewoon een level 1 enchantment erop gooien? Dat ik bijvoorbeeld een efficiency bijl krijg. Bestaat dat überhaupt? Werkelijk maar een flauw idee, maar waarschijnlijk... Wat de hel? Hoe kan een steen in de fik staan? Dit is toch onmogelijk? Ik zeg jullie, het spookt in deze wereld. Het is echt niet gezond. Er gebeurt iets wat niet normaal is. En ik weet niet wat. En ik ben er best wel een beetje bang voor als ik heel eerlijk ben. Maar soms zit er echt een Herobrine in mijn wereld die een beetje mijn shizzle in de fik komt steken. En het is niet eens een server dit. Het is gewoon mijn singleplayer wereld. Het was een server toen ik er met Bren aan het spelen was. Maar nu niet meer. Het is nu gewoon mijn eigen singleplayer wereldje op mijn eigen computer die niet verbonden is met het internet. Hoe dan? Hoe kan er iemand in mijn wereld komen? Hier, druk op tab. Er is niemand hier. Behalve ik. En Herobrine. Waarschijnlijk.
Jullie zeggen allemaal, nee, Vaco, dat kan niet. Maar jullie hebben nou weer iets vreemd gezien. Ik heb geen stenen in de fik gestoken. En volgens mij kan je stenen ook helemaal niet in de fik steken in Minecraft. Ik loop trouwens helemaal verkeerd. Zie je wel, ik ben helemaal van mijn pad af. Letterlijk en figuurlijk. Ik doe allemaal gekke dingen in deze game. Dat moet ik helemaal niet doen. Ik moet opletten. Deze moet ook weg. Al die rare stukken dirt overal. Dat is ook niet helemaal de bedoeling, G. Oké, waar is mijn barrel? Let's pak deze. Deze hebben we hier nodig. Want... Oh, wacht. Zullen we meestal enchanten? Laten we meestal enchanten. Gewoon een klein beetje. Misschien hebben we een heel klein beetje nodig hebben. Misschien ook helemaal niks. We gaan het in ieder geval proberen. Want dan hebben we toch net eventjes een klein beetje betere bijl. Geen hele goede. Het is geen schurbo-bijl. Absoluut niet. Maar hij is beter dan niks. Het is een beetje een bijl die gemaakt is in Japan. In plaats van China. Ik bedoel, Japanse kwaliteit is over het algemeen prima. Chinese troep, die moeten we niet. Dus deze wel. 1, 2, 3. Of nee, we hebben natuurlijk ook maar eentje voor nodig dan. Zo, hoppakee. Nou, deze dan. Hoppakee. Efficiency 3 bijl. Oké, I'll take it. Goed genoeg. Tenminste, ik ben er happy mee. Efficiency 3, dat is nice. Maar dan gaat hij dus ook wel heel snel kapot. Maar dat maakt op zich ook niet zo heel veel uit. Dan ga ik wel weer een nieuwe zoeken. Duiken we wel weer onder de grond. Gaan we weer diamonds zoeken. Dat hebben we echt veel te vaak gedaan de afgelopen tijd. Moeten we nog een keer doen. We moeten gewoon... Dat trilt mijn telefoon ook nog. Jullie zullen nooit weten wat daar stond. Als jullie weten wat er stond, laat me weten. Het zou me ook echt helemaal niks verbazen als jullie het wel weten. Want er gebeuren sowieso rare vreemde dingen. Dan loop ik weer verkeerd. Ik moet daarheen. Jongen, Vaco, opletten. Beter je best doen. Oké, deze gaat hier er dwars doorheen. En nou mijn efficiëntiebijl. Hoppakee, jongen. Dit is een Kingdom War X. Dat is wat het is. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk dit ding gaan dan, jong. Als een malle. Waarom heb ik dit niet eerder gebruikt? Waarom heb ik niet eerder een extra schurbelbijl gepakt? Had het veel sneller gekund, al die dingen die ik allemaal weg moest hakken. Uitkijken voor vuur, uitkijken voor lava natuurlijk. Hoppakee, ik zal niet de eerste keer zijn dat ik per ongeluk in de lava donder in deze game. En dat wil ik, als het eventjes kan, toch wel vermijden. Zonder van die 26 andere levels. Zo, op zich, het hout is niet echt heel belangrijk. Wel dat die shit despawnt, dus deze moet ook nog weg. Dan kunnen we gewoon lekker voor ruimte maken. En ik heb toch wel een beetje dirt om dat vuur af te dichten. Zal ik dat vuur stoppen? Met water? Of is dat handig om dat in de gaten te houden? Om dat erbij te hebben. Ik heb nu al... Hoeveelste aflevering is dit? 110 of zo? Ik heb dit lava nog nooit gebruikt. Dus waarom zou ik het doen? Waarom zou ik dit lava bewaren? Geef mij één goede reden om dit lava te bewaren. Ik ga dit lava weghalen. Levensgevaarlijk. En ik weet wel wat er gaat gebeuren. En dan heb ik later zoiets van... Oh, ik moet toch eventjes een beetje erbij graven. En dan ga ik graven onder de grond. En dan donder ik in één keer in de lava, omdat ik natuurlijk dan helemaal vergeten ben dat ik überhaupt die lava daar heb liggen. Dus laten we nou gewoon eens een keertje het zekere voor het onzekere nemen. Safety first. Altijd heel belangrijk, kids. Safety first. En laten we gewoon dat lava eens even stoppen. Stop de lava. Dit zijn geen grapjes meer. Lava is levensgevaarlijk. Daar moet je met je tengels vanaf blijven. Anders brand je je handen, jongen. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Gratis tip. Mocht je ooit in de buurt van een vulkaan op vakantie gaan, steek je handen niet in de lava. Dat is niet slim. Dat is pijnlijk en dat moet je echt niet doen. Dat is gewoon best wel een dom idee als je dat dan doet. Heb ik water? Ik heb water, dat heb ik zeker. Heb ik ook dirt dan? Die heb ik ook nog. Om een klein beetje die gaten op te vullen. Want als ik die lava stop, wil niet zeggen dat er ook geen dirt meer is natuurlijk. Die dirt is ook nog wel gewoon. Of die gaten die zijn er dan nog wel gewoon. We moeten natuurlijk wel de gaten gewoon opvullen met de dirt. Waar is mijn water? Ik had water. Ja, zie je wel. Haha. I got some water. Ik moet ook nog bedenken wat ik hier ga laten groeien trouwens. Want dan heb ik één plaatsje wat ik niet gebruik. Dat is niet mooi. Daar hadden we niet van. Wow, de saplings. Nice. Overal saplings. Saplings, kom maar mee. Misschien hebben we die ooit kunnen gebruiken om een nieuw bos aan te planten of zo. Voor project Boompje. Dat zou leuk zijn. Project Boompje was altijd in november, dus dat duurt nog even. Hapsigee. Stromen, biatjes. Het loopt hier allemaal onder de grond door. Ik weet het helemaal zeker. Dus let's stop de lava. Can't stop the music, maar we kunnen de lava wel stoppen. Hier gaat het gewoon door. Zie je wat? Het ligt gewoon echt net onder de oppervlakte hier. Het leven is gevaarlijk, deze toko. Ik moet dit allemaal veilig weghakken. Veiligheid eerst. Hier is het allemaal goed. Hoor ik het nog? Ja, er is hier nog wel een beetje. Niet heel veel, maar wel een beetje. En dan de lava die we vinden, die moeten we stoppen. Stop de lava. Want ik wil niet met mijn vingers in de lava gaan lopen peuren. We moeten er wel veilig omheen. Misschien hebben we dit ding nog wel af kunnen graven. Hebben we nog een schurbeltap? Ja, hier. Dan heb ik meteen weer wat dirt. Hoppakee. En mijn veldje is meteen eentje lager. Dat is ook nog helemaal mooi, want dat moest hij sowieso worden.
Want er moet hier dan ergens moet de boerderij komen. Het farmhuis. En dan moeten we daar dan, waar die lava net was, daar moeten dan de varkens komen te lopen. Ja, super schattig varkentjes. Wist je dat varkens super schattig zijn? Eventjes tussen jou en mij gezegd. En, ook nog eventjes, varkens zijn super slim. Varkens zijn hele slimme dieren. Dus die moet je altijd met respect behandelen, varkens. Behalve als op je hamburger zitten, daar niet. Want dan zijn ze lekker. Varkens zijn lekker. Met een beetje saus. Lekker varkentje smikkel. Zo, dan nu dirt. Vul dit gat op. Dan kunnen we hier gewoon lekker die varkentje overheen laten lopen. En één diep is niet zo heel erg. Dat maakt me niet zo heel erg voor uit, want dat zien we toch niet. Zo, dat ziet er al een heel stuk beter uit. Zo, dan hebben we nog meer dirt. Natuurlijk hebben we nog meer dirt. Ik heb net de halve berg weggegraven. Dit gaat allemaal hier op zijn plek. Zo, bam bam. Oh, nee, op zijn plek. Niet erbovenop. Dan, 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 dan. Kijk, dat ziet er toch al meteen weer heel anders uit. Stiekem hebben we best wel veel ruimte in deze wereld. Alleen elke keer staan er bomen of een bergje bij. Dus als ik die nog gewoon weghaal, dan hebben we ruimte zat. Allemaal plekken hier waar allemaal nutteloze shit op kan komen. Twee boven elkaar ook echt. Are you kidding me? Ga weg. En ga weg. Zo, dank u. Dirt, allemaal meenemen. Allemaal more. Allemaal voor de vaco. Komt u maar mee. Dank u. Allemaal dirt. Dit nog even een beetje opvullen. Zo, ziet er net eventjes wat beter. Opvullen, niet opstapelen. Dat is heel iets anders. Let's haal deze boom ook nog weg. Die zo meteen aan de linkerkant staan. Deze heeft er niks te zoeken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dit rare gaatje nog. Bam. Zo, nog een paar boompjes hier slopen. En dan denk ik dat we morgen helemaal klaar zijn om te beginnen met de grote bouw. De grote bouw van wat een nieuw groot project in deze wereld moet gaan worden, tenminste. Misschien dat we het wel zo voor elkaar kunnen krijgen dat we er ook paarden bij kunnen doen op dit land of zo. Moet eens even kijken. Want er waren wel paarden verderop, alleen ik heb best wel dom geweest om die coördinaten niet op te schrijven. Als iemand weet, toevallig, omdat hij mijn wereld gedownload heeft bij aflevering 100, waar er in deze wereld, dat is misschien wel een leuke zoektocht voor jullie, waar er in deze wereld paarden en konijnen te vinden zijn, let me know. Gooi het in de reacties neer, ga die dingen opzoeken. En als je de wereld nog niet gedownload hebt, onder aflevering 100, staat natuurlijk nog steeds gewoon het download linkje. Dus als je hem downloadt, ga hem zeker eventjes zoeken voor me. Laat me weten waar ik die shit ook kan vinden. Knal meteen ook eventjes een like op deze video, als je dat nog niet gedaan hebt. En hopelijk zie ik je dan morgenochtend gewoon weer terug. 7 uur 's ochtends hier in Vaco Games, als we gaan beginnen met de bouw van een gloednieuwe farm. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En jongens, tot morgen. Mazzel!